We sleep as light as we falling in love. And I just can't say it again. De kleedkamer van Tubeke staat op stelten met 1-0 winnen van Antwerp. En dat terwijl de beste kansen voor de Great Old waren. Het is reden genoeg voor een feestje. Maar zo blijft Antwerp wel in hetzelfde bedje ziek. Met een 5 op 18 mag en kan deze ploeg niet tevreden zijn. Uiteraard, als je nu kijkt naar de stand, is het voor niemand leuk die Antwerp minded is. Maar we zijn met heel de groep iets afgesproken en ik denk dat we week na week wel kunnen sterker worden. Vandaag moet ik zeggen, is het verkeerd afgelopen. Antwerp kan geen vervolg breien aan zijn overwinning op het veld van Dessel. Nochtans mocht Guvinch wel starten. Hij zorgt ook meteen voor dreiging. De bezoekers kunnen in de eerste helft een aantal kansjes bij elkaar voetballen. Maar zoals wel vaker hapert het bij de afwerking 0-0 aan de rust. Antwerp hoopt in de tweede helft dan toch die openingstreffer te kunnen maken, maar de goal valt aan de overkant. Bailly nekt met één prachtflits de hoop van de bezoekers 1-0. Tubeke speelt een bleke partij, maar deze goal mag zeker gezien worden. En in een omschakelmoment kregen we een tegendoelpunt. En dan viel ons plannetje wel helemaal in het water en hebben we geprobeerd met aanvallende spelers op te brengen. Maar helaas is het niet gelukt vandaag, dus onthoochelend uiteraard. Want de Great Old moet nu zonder punten terug naar Deurne-Noord. Het is al de derde nederlaag van het seizoen. Antwerp moet snel punten gaan pakken.